Marjolein liep door het grote bos op zoek naar paddenstoelen. Ze dacht, als ik daar soep van kook, zal ik me wel beter voelen. Ze voelde zich een beetje slap en wiebelig in haar buik. En toen opeens zag ze iets bewegen in een grote groene struik. Voorzichtig kwam ze stap voor stap een beetje dichterbij en boog toen met een bevend handje wat bladertjes opzij. Ze hoorde wat geritsel en een pieperig geluid en zag een diertje met een krulstaart en een kleine ronde snuit. Hallo, zei Marjolein, ik ben Marjolein, wat ben jij voor een dier? Een eekhoorn, zei de eekhoorn, en er zijn er heel veel hier. Hoe weet je dat je een eekhoorn bent, vroeg Marjolein heel eigenwijs. Misschien ben je wel een vogeltje, een merel of een sijs. Een vogel heeft veren, zei de eekhoorn, ik heb haren zoals je ziet. Veel dieren hebben dat, zei Marjolein, dus zo bijzonder is dat niet. Misschien ben je wel heel iets anders, misschien ben je wel een vis. Nou, als je heel goed kijkt, zei de eekhoorn, dan zie je dat het niet zo is. En toch denk ik dat je heel iets anders bent, zei Marjolein heel arrogant. Ben je soms een cavia of een kleine olifant? Ach, schei toch uit, zei de eekhoorn boos. Ben je niet helemaal goed, snik? Een olifant is groot en grijs en niet mooi bruin zoals ik. En bovendien, zei de eekhoorn, heb ik een hele lange staart. En wat dan nog, antwoordde Marjolein, dat is net als bij ons paard. De eekhoorn zuchtte wat vermoeid en zei toen, lieve Marjolein, mijn naam is Eekhoorn, dus dat bewijst dat ik wel een eekhoorn moet zijn. En tot slot, zei de eekhoorn, ik vind jou nogal een moeilijk kind, maar je zult het wel goed bedoelen. Toen klom hij heel vlug in een boom en Marjolein zei dag aap en zocht verder naar lekkere paddenstoelen.